Je weet dat je, er gaan 500 trouwe supporters mee. Die staan met zakdoekjes. Ja. En dan kan je zeggen dat zijn er maar 500. Je weet dat van die 500 worden het 40.000 op dinsdag. Die roepen Danny rot op. Je weet dat je met windkracht 33 moet werken. Nee, die vrouw kan niet meer over straat. Stopt er gelijk mee. Dat kost hem 4 ton. Dat was ook een reden. Maar ik bedoel, als ik me niet goed gedragen heb in mijn eerste en in mijn tweede huwelijk. Wat het geval is. Dan steek ik allebei mijn handen op. Ja. En dan geef ik alles wat ik heb. Geef ik. En dat heb je ook gedaan in dit geval. Ja, ik heb gewoon gezegd, neem maar alles mee wat ik heb. En dat is zo, ze zullen kijken. Ja. En dan begin je opnieuw. Die slaan geen programma van jou over. Nee. Die zitten zich nu iedere avond de tering te lachen. Ja. Op de... ja. Ja, die nemen nog een rondje van jou zeker. Maar dat geeft het niet. Jij zou niet voor die 4 ton zijn blijven zitten zoals Danny Blind wel deed. Ik zou me in deze omstandigheid niet weg... Ik zou gewoon de eer aan mezelf houden. Ja, maar dat is leuk, maar dat kost je 4 ton. Maar wat kijk, en hij wordt met de grond gelijk gemaakt, nu hij ontslagen is. Maar ook als hij zelf weggelopen was. Had ik wel iets chiquer gevonden. Nee, ja, maar voor 4 ton, die keus maak je. En de een die zit anders in elkaar dan de ander. En hij heeft voor die 4 ton gekozen. Ja. Ook omdat het voorbij is, denken jullie? Met Blind? Nou ja, de carrière is voorbij, maar de carrière is nooit begonnen. Dat had ik tegen Danny Blind. Die heeft dus een klein jaartje bij Ajax gefunctioneerd. En dat deed hij zo slecht dat hij Blind eruit gegooid is. Ja. En op basis van die 10 maanden trainerservaring... wordt hij door Bert van Oostveen bondscoach van Nederland gemaakt. Het is echt de wereld op zijn kop.